Goedenavond, dames en heren. Welkom op de digitale GWM-avond van Avenue Krijnvallei. Een nieuwe cel voor Avenue Krijnvallei? Nee, dat gaan we niet doen. Maar vanwege de coronaproblematiek die er is, hebben we voor deze opzet gekozen. We willen volgend jaar weer graag fysiek met elkaar bij elkaar zijn, om toch meer interactie te krijgen en natuurlijk ook de gezelligheid achteraf te kunnen krijgen. De corona-epidemie waar we mee belast zijn, is best een grote last voor ons, maar we hebben er ook een aantal voordelen van. Een voordeel voor ons is dat we eigenlijk zeggen, we gaan een aantal dingen veranderen, zoals bijvoorbeeld het afhaalpunt wat we in Waardenburg geopend hebben. Ook op de andere locaties kan er afgehaald worden en u hoeft eigenlijk uw bestelling maar telefonisch door te geven en het staat klaar als u komt en dat bespaart voor ons allemaal weer tijd. De klantbezoeken zijn ook anders dan andere jaren. We bellen eerst van tevoren of we welkom zijn, dat er geen problemen zijn. En op die manier proberen we toch nog zoveel mogelijk bezoeken te doen. Deze avond telt niet mee voor spuitlicentieverlenging. Dat staat ook duidelijk aangegeven in de uitnodiging. Wanneer u toch in aanmerking wil komen voor spuitlicentieverlenging, dan moeten we met een paar dingen rekening houden. Uw licentie, als die verlopen is, wordt dat gedoogd tot 1 mei. Vanaf 1 mei moeten zorgen dat die dus weer geldig is. Tot die tijd zullen wij proberen vanaf april weer de nodige veldbijeenkomsten te gaan organiseren. Maar voor die tijd willen we ook een heleboel digitale bijeenkomsten organiseren. Zowel voor de bijeenkomsten voor teelt, als voor veiligheid en techniek, als voor KWA. U kunt u aanmelden op de KAF-site www.kaf.nl. Als AR-plant hebben wij afgelopen jaar eigenlijk toch redelijk kunnen draaien, ondanks alle omstandigheden. Qua personeel zijn we eigenlijk behoorlijk gezond gebleven. Wel een aantal mensen besmet met corona, maar met gelukkig beperkte verschijnselen. En qua wijzigingen in het personeelsbestand is Kees Westbroek per 1 januari met pensioen gegaan. En Evert Wakker die gaat hem opvolgen en de klanten zijn eigenlijk allemaal opnieuw toebedeeld. En we werken weer als het totale fruitteam. Kijken we naar de omzet het afgelopen jaar bij AR Plant, dan zien we dat de meststoffen fors gestegen zijn, ongeveer 15%. Ook de fruitteeltmeststoffen, waaronder bijvoorbeeld de biostimulanten vallen, waaronder de plantversterkers vallen, waaronder de fertigatiemeststoffen vallen, zijn duidelijk gestegen. En we zien daarin ook een lichte verschuiving van de fruitteeltmeststoffen naar de GBM. GBM is een klein beetje minder, eigenlijk veroorzaakt door minder graslandmiddelen in maart vorig jaar en ook een klein beetje minder visium, omdat er gewoon duidelijk minder appels gegroeid zijn. Al bij al zijn we daar wel heel erg tevreden mee. De fruitteeltbenodigdheden die zijn ook fors gestegen, ruim 21% meer. 21% meer, vooral door mooie projecten. Grote projecten, kleine projecten en ja, alles bij elkaar kun je zien als we een goed fruitjaar draaien dat dit loont. Voor komend jaar verwachten wij nog een behoorlijke stijging in de grondstofprijzen. Wat het precies voor invloed heeft op beton en ijzer is nog moeilijk aan te geven. Maar mocht u nog producten nodig hebben, bestel ze tijdig zodat we ze voor u kunnen reserveren. Dan kijken we naar het programma voor vanavond. Arjan zal zo beginnen met de actuele wetgeving en het middelenpakket. Daarna komt Antoni en die zal u bijpraten over de insecten. Gevolgd door Max voor de schimmelbestrijding. Gijsbert voor de biostimulanten met betrekking tot nachtvors. En ook zullen er nog wat filmpjes getoond worden. U mag van ons verwachten dat wij blijven werken volgens de 3K's. Zorgen, kennis, kunde en kwaliteit. En we hebben er vanavond nog een 4K aan toegevoegd. En dat is eigenlijk een kans op een prijs. Omdat we dus eigenlijk zeggen van we willen er toch wat extra aan geven aan dit webinar. We hebben een verloting in het leven geroepen. En zullen we de avond afsluiten met het trekken van een 10-tal prijzen. Dit met name vanwege het grote deelnemersaantal van vanavond wat ver over de 200 gaat. En dat doen we aan het avondtrekken. Wil u vragen stellen tijdens deze bijeenkomst, dan kan dat via de chatfunctie. Wij zullen dan de vragen selecteren en eventueel gelijk aan de spreker voorstellen. Mocht daar geen tijd voor zijn, dan krijgen u altijd aan het eind van de avond antwoord of anders morgen via die e-mail.
Ik wens u een leerzame avond en geef het woord over aan Arjan. Goedenavond mensen, hartelijk welkom op deze winterlezing gewasbescherming. Zoals de voorzitter net al aanhaalde, het zijn rare tijden. Dus wat dat betreft, we hebben een online serie kennisbijeenkomsten. Het is even wat anders dan anders, maar ik denk op zich heel goed om met u toch over gewasbescherming te praten. Buiten ligt veel sneeuw, de winter is volop aan de orde. Maar u weet zelf ook, binnen enkele weken kantelen we toch weer richting ons nieuwe seizoen. En daarbij toch belangrijk, wat is er nieuw en welke actualiteiten willen we zeg maar met elkaar meenemen. Het is iets anders dan anders. We pakken ook een beetje een wat kortere focus op een aantal onderdelen. Samen vanuit mijn collega's van de CAF en ook Antonie zal een stukje voor zijn rekening nemen. Op die manier proberen wij de aanzet te geven, maar ook zeker weer te zorgen, zodra het mogelijk is, fysieke bijeenkomsten te organiseren. Gewasbescherming blijft een heikel onderdeel als je kijkt richting de lange termijn. U weet het, we hebben het er vaker over gehad. Vaak waren er oplossingen, vrijstellingen, nieuwe toelatingen, producten die zeg maar op een andere manier toch nog hun mogelijkheden vonden. Maar als je er nu scherp naar kijkt, en dan wil ik u toch vanavond als perspectief wel meebieden, dan is het gewoon zo dat 1 op de 3 gewasbeschermingsmiddelen, ook die wij gebruiken in het fruit, toch ter discussie staat en de komende jaren niet per se zal verdwijnen, maar toch een restrictie krijgt of iets in de gevarenzone krijgt, andere etiket, andere dosering. U kent dat verhaal in feite, daaromtrent kent u wel. Groene middelen, heel veel over te doen. Als ik bij ons bij de KVO kijk van met name Ferdi en Max in hun onderdeel proevenwerk, groene middelen, iedereen heeft er de mond vol. We hebben best een flink aantal toelatingen. Als u daar ook op gaat kijken, bij CTGB bijvoorbeeld, dan zie je van nou, er zijn vrij veel middelen. Dus politieke mensen zeggen dan, de gereedschapkist is redelijk gevuld. Alleen wat gebeurt er? Zijn die middelen 1 op 1 te integreren? Vaak is dat lastig. Vaak zit daar toch een kanttekening aan het plaatje om er morgen in de praktijk mee aan de slag te gaan. En op die manier ja, zitten we toch nog wel een beetje met een open stukje om vervolgens daar de goede elementen uit te pakken. Vervolgens hebben we natuurlijk ons fenomeen van bovenwettelijke residu-eisen en duurzaamheidseisen. Je ziet dat toenemen. Hier heb ik een plaatje waarin eigenlijk de actualiteit van de afgelopen jaar nog weer is samengevat. En waar je eigenlijk nu ziet, nieuw, van Frankrijk, die begint redelijk op te trekken ook wel qua bovenwettelijke residu- en markteisen. Glyfosaat, misschien hebben u het pas geleden gezien, een berichtje van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. In de discussie van ja, wij willen eigenlijk op gronden die de overheid uitgeeft geen glyfosaat meer. Nou, het zal zover niet komen, maar de discussie op zich zegt al genoeg. Residuvrij projecten, die kent u ook, hè? België is daarmee bezig, bepaalde periodes operen. Aldi, die spiegelen ook al wat met die gedachtes, hè? Tot nieuwjaar bijvoorbeeld. Toch nieuwe dimensies en een verandering weer, die ik op zich niet hoop, maar die we wel een beetje zien. Nou, hoe moet dat dan praktisch, hè? Frans Timmermans, onze EU-commissaris, toch eigenlijk een beetje een groene jongen. Voor ons te groen, mooie ambities en idealen die hij uitlegt vanuit Nederland in het Europese speelveld. We verliezen als Nederland ook wat, toch door de Brexit en Engeland die wegvalt. Die Engelsen waren natuurlijk toch wat dat betreft krasse lui in de zin van scherpe taal en scherpe mindset. En we zien nu dat eigenlijk met Frankrijk en Duitsland in de overhand de zaak toch wat eerder wat groener begint te worden. Jammer wat dat betreft, maar we moeten het er wel mee doen. En in die Farm to Fork strategie die daar ook Europees in afgespiegeld wordt, gaan we toch naar een 50% minder actieve stoffen in gewasbescherming, 30% minder meststoffen, die stukjes, die zie je ontwikkelen. Nou, u kent ons plaatje Integrated Crop Management. Hè. Ik zal niet zeggen, we hebben er avonden over gesproken. Ik zal ook niet zeggen dat we in het fruit niks doen. Zeker niet. Hè. We zijn natuurlijk al heel lang bezig. Geïntegreerde gewasbescherming, windscherm, heel divers, de bloemenstroken. U ziet ze hier, wat ons betreft, toch een pijler om ook de komende jaren in die hele geïntegreerde aanpak en biodiversiteit verder te gaan. Is absoluut noodzakelijk om de volgende stappen te zetten. En we willen dat ook. Tegelijkertijd is de kunst van ja, hoe houden we onze gereedschapkist vol en hoe zit het met nieuwe ziekten en plagen? Nou, op dat speelveld kunt u van ons ook iets verwachten, waarbij we toch de harde correctie met gewasbescherming, en dat komt straks ook bij name bij het stuk van Antonie weg, als de kernproducten van ons wegvallen in de teelt,
hoe hou je dan toch de zaak nog schoon en sterk? Dan kom ik ook een beetje op mijn eerste stelling, hè, die we in klein comité bediscussiëren. Vanavond lukt dat niet, maar aan de hoofdzaak, verduurzaming zoals we die zien binnen Planet Proof of bovenwettelijke eisen, die gaan niet meer hand in hand, die gaan eigenlijk niet samen, want je ziet gewoon dat je aan de techniek versus milieu en bovenwettelijk, ja, dat je als het ware elkaar wat tegengaat en dan niet altijd de goede oplossing op de goede manier nog kunt brengen. Wij doen ons best op die beleidstafels ook om daar indruk op uit te oefenen. Hè. In proeven natuurlijk, zelfstandig op de proeftuin, ook in Fruit Vooruit. De milieulastindicator is in oprichting, een PPS vanuit Wageningen. Daar kijkt Ferdy bij ons ook mee naar. Dus op die manier zijn we zeker wel daarin bezig. Qua emissie hebben we daar veel over gesproken. U kent deze dia. Nieuw is eigenlijk dat we zeg maar willen werken met percelen die 4,5 meter teeltvrij hebben. Je ziet het ook aan nieuwe toelatingen dat steeds vaker die teeltvrije zone aan de orde is. Gecombineerd met een driftreductie die steeds hoger wordt. Gelukkig is niet alleen de middelen die hier kansen in bieden, maar ook nieuwe technieken en ja, oplossingen in de teelt. Dus hou daar ook wat dat betreft uw mogelijkheden in beeld als u staat voor nieuwe investeringen. Qua toepassingen is verder actueel dat we zeg maar, bijvoorbeeld via een Next Fruit 4.0, de technologie en de plaatselijke bestrijding en de plaatselijke toepassing zeg maar, wat meer voor ogen nemen. En u kent een aantal jaren geleden nog die discussie die we toen hadden vanuit Bayer met Basta om via een gesloten vultsysteem producten toe te passen. Dat systeem komt terug, een brede samenwerking waarin onder andere Syngenta, Adama, BASF samenwerken. Die komen ook vanaf 2024 weer met een systeem om via gesloten kens de spuit te vullen. Allemaal met het oogpunt om de toepassing te verbeteren en het perspectief van veilig werken en emissie verminderen te voorkomen. Deze websites thuis nog eens nakijken. Dan kunt u ook zien wat de actualiteit daarin is voor het moment van iedere dag. Als we doorkijken naar het middelenpakket, dan schrik je toch altijd als ik zo aan het jaar op een rij zet van ja, wat is er veranderd in het hele plaatje. Nou, dan ziet u hier toch een stuk of vier middelen, zeg maar. Met name het onkruidsegment, ook hevig uitgedund natuurlijk met Basta, Finale en Kilio die weg zijn. Kilio is helemaal spannend. Als laatste in Europa hadden wij hem. Als eerste ging die weg. Insectenstuk, kom Antoni straks bij u op terug. Is veel over gecommuniceerd, veel over te doen geweest. Maar we zien het nu toch dichtbij komen. Envidor als zusje van Movento aan de orde natuurlijk dat we weten van die gas geeft. Mancozeb, laatste jaar van mogelijkheden en gebruik. Dus we kunnen er nog wel iets mee. Die verkoop zal lopen tot medio 2021. Dit jaar, laatste jaar, daarna zien we toch in ieder geval een einde ook van dat tijdperk als een van de bredere basisfungiciden in Peer. Komt Max ook bij u straks op terug. In hoeverre daar perspectieven vanuit de andere middelen zitten. Surround is gewijzigd als zijnde product van de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen naar een officiële toelating. Ik ben daar blij mee, want u weet, we staan toch graag voor originele oplossingen, groene oplossingen. Goed gelopen, zeg maar, dat traject. Dat betekent dat hij niet meer kan voor zonnebrand op appel, maar wel als basismaatregel in de peren. Heel goed, dus een aanwinst wat dat betreft. Ook Ovitex is er weer en we hebben daar zeg maar de mogelijkheid om hem nu te gebruiken. En lopende dit jaar zal die ook waarschijnlijk regulier komen. Nieuw in 2020 was met name die drie die u bovenin ziet staan, zeg maar gerelateerd aan het fosfietenstuk. Lunacare, Merplus, Soriale. Weinig gebruik van gemaakt, enerzijds vanwege technische problemen, anderzijds vanwege makkelijk groeiseizoen zoals u weet. Embrelia, een SDAI, dus in de winkel van Cercadis, Fontelis, Luna, eigenlijk in die winkel niet gebruikt in feite. Harpoen nieuw in insectenbestrijding, komt nog iets bij vlooien in beeld. Maar wat dat betreft toch wat nieuwe dingen. Aankomend jaar is er nog weer wat nieuws onder de zon. Vanuit Crop Solutions hebben we positie gekregen in een wat hoogwaardiger geformuleerde 6BA. De CropGuard 6BA, er zit toch wel muziek in de naoogst toepassingen dompelen, waarvan u weet dat we Pembotec hebben. Vanuit de actieve stof van Geox is daar Acticil en Scholaar in beeld. Nou, van Scholaar weet ik in ieder geval dat die het maximale doen wat in hun vermogen ligt om
toch te komen tot die toepassing actueel in 2021. Dus daar gaan we hopen. Verder nog wat nieuws in de zonnebrand. En die u in het midden ziet, Iron Max. Ook een korrel voor slakkenbestrijding. Ja, ook positief, omdat u weet dat we daar in de zomer met name bij de kortstelige rassen toch nog gebruik van maken. Ik kan u niet alles vertellen in de korte tijd die we hebben. U weet ook van fruitregistratiewijzer en CAF zijn de imperiums waar u altijd de actuele informatie kunt gebruiken. We doen daar ook ons best voor, iedere dag. Dus zoek ons ook op en probeer ook om daar wat dat betreft de mogelijkheden mee op te zoeken. Vervolgens was dit eigenlijk mijn eerste stukje als het gaat over wetgeving en middelenpakket. We gaan nog over op één onderwerp. Dat is geen nieuwe kwalsbeschermingstoelating, maar wel een relatief nieuw gebruik. En er is een filmpje over de Checkmate Puffer. Die is opgenomen door collega Evert Wakker van AR Plant. En die gaan we denk ik, als ik naar de regie kijk, nu meteen draaien. Zoals we weten begint de fruitmotverwarringstechnieken nou actueel te worden. Voor de China-protocol is de vaste datum 15 april dat ze opgehangen moeten zijn. En voor de reguliere teelt kan het tot eind april ongeveer. Naast de twee welbekende technieken, RAC 3+4 en de IsoMate, is er nou ook een nieuwe techniek vanuit Spanje erbij gekomen. Dat is de Checkmate Puffer. Het voordeel van de Checkmate Puffer is dat je er maar 2 tot 3 per hectare op hoeft te hangen. Dat hangt eraf hoe dat de ligging van het perceel ligt en hoe dat de windrichting staat. Dat is een veel grotere kostenbesparing ten opzichte van de andere welbekende systemen. Het andere voordeel is omdat deze weer retour gaan, dat je geen afval meer in de bogen hebt. De werking van de Checkmate Puffers die werkt als volgt. Je zet hem aan. Moet je altijd eerst even uitkijken dat die eerst even een testpuff afgeeft. Want anders krijg je die recht in je gezicht en dat wil je liever niet. Vervolgens krijg je op het display te zien een maantje, dus dat hij alleen 's avonds puft. En je kunt hem ook instellen met de Set Pro Game knop, dat hij 24 uur kan puffen. Hij geeft om de 15 minuten geeft hij een feromoonpuff af en die zorgt ervoor dat het door het hele perceel verspreid wordt. Je kunt de tijd kun je erop instellen en je kunt de vertraging instellen in hoeveel dagen. Dus stel dat je hem eind maart ophangt, dan kun je precies instellen dat hij half april begint te puffen. Voor meer informatie kunt u bij de CAF of bij AR terecht. Nu staat hij pas aan. Ik heb dus iets verteld wat jullie net niet gehoord hebben. Degenen die goed zijn in liplezen, net zoals bij president Rutte, die hebben daar wel kunnen horen. Maar... Nou, conclusie. Filmpje hebben jullie gezien. Interessante techniek. We zijn als CAF betrokken geweest bij het toelatingsonderzoek. Wat ons betreft meer informatie bij uw voorlichter. Techniek is goed, hebben we als CAF kunnen ervaren en vraagt er meer informatie over. In de komende jaren zal ook naast fruitmot het latrolle component in deze techniek verder gaan. We gaan verder naar het volgende onderdeel van deze avond. De titel ziet u en collega Antonie de Kruij van AR Plant zal dit stukje met u behandelen. Antonie, aan jou het woord.
Dankjewel, Arjan. Ik mag jullie een beetje met de puzzel zonder Calypso en zonder Runner wegwijs maken. We gaan kijken hoe we deze basisproducten die we jaren gehad hebben, hoe we daar zeg maar mee om kunnen gaan om daar alternatieven voor in de plaats te zetten. Als we kijken naar Calypso, 20 jaar lang een basisproduct geweest. In de hele groep van de CNI's wel, maar toch 20 jaar denk ik best wel heel veel gebruikt op heel veel probleeminsecten. Door zijn brede werking, zijn systemische werking, was het een krachtig middel. En ja, daar is een eind aan gekomen. 20 jaar in Europa. Europa is ook helemaal eigenlijk nu weggevallen. Verder in de wereld wordt het product nog wel ingezet, maar in Europa is het een algemeen verbod geworden. We gaan straks kijken hoe we daar een invulling voor kunnen geven voor de alternatieven die er zijn. Runner, eigenlijk een heel goed rupsenmiddel. 15 jaar lang gebruik van gemaakt. Ik denk als ik kijk in heel veel schema's kwam Runner toch de afgelopen jaren met heel veel positieve ervaringen voor. En ook dat is toch een gemis en daar zullen we ook weer kijken van wat kunnen we daar nu eigenlijk weer aan doen. Als we kijken hoeveel insecten met dit soort type middelen bestreden worden, zijn dat er best veel. Als je kijkt, dan praat je toch gewoon in de appels en peren over een tiental insecten, vaak wat meer de probleeminsecten, waar we toch deze twee middelen ook voor ingezet hebben. En ja, dan is toch de puzzel van hoe kan ik dat de komende jaren op een goede manier effectief bestrijden, wordt steeds moeilijker. Als we kijken naar de middelen voor eventueel de vervanging voor de Calypso, dan denken wij dat dat met name de Gazelle en de Sivanto Prime kunnen zijn. Gazelle is eigenlijk een zusje van de Calypso, kan eigenlijk in theorie, in praktijk ook denk ik gewoon dezelfde kracht ongeveer wel als de Calypso. Toen ze naast elkaar waren namen we vaak de Calypso omdat die ietsje sterker is, maar ze zijn eigenlijk in de breedte verder bijna gelijkwaardig. Kan dit middel alles wat de Calypso kan? Ja, dat kan wel. Alleen er zit één probleem eigenlijk wel in de Gazelle en dat is met name de dosering die de laatste jaren steeds meer afgeknepen is en dat we dan eigenlijk maar maximaal 206 gram voor 1 mei kunnen toepassen. En dat is voor een aantal probleeminsecten toch aan de krappe kant. Dus dat is eigenlijk het moeilijke wel een beetje in die Gazelle. Na 1 mei zit het probleem niet. Dan kunnen we gewoon naar de hoge dosering van 375 gram, die in de meeste gevallen voldoende is om wat moeilijkere insecten ook te bestrijden. Verder is het etiket wel goed te gebruiken, 2 keer per jaar. Dus wat dat betreft, niet 1 op 1, maar toch wel in heel veel gevallen kan gezellig een Calypso vervangen. Als we naar Sivanto kijken, dit middel dat hebben we nu een paar jaar. Ook een breed middel, ook een systemisch middel, wat toch zeg maar op heel veel probleeminsecten een effectiviteit kan hebben. Kan die 1 op 1 de Calypso vervangen? Nee, dat lukt ook niet, want hier zit in het etiket eigenlijk een beetje een hiaat. Als je technisch kijkt, heb je voor heel veel insecten, voor de Sivanto, toch eigenlijk wel een dosering nodig van ja, 0,8 tot een liter per hectare. Nou, die etiketdosering staat er niet op. We hebben eigenlijk maar de beschikking als we hem 1 keer per jaar inzetten over 0,4. En de dosering is voor een aantal insecten gewoon aan de krappe kant. 0,9 is de hoogste dosering die op het etiket staat. Die hebben we ook voor een aantal insecten gewoon ook nodig. En kunnen we die dan ook overal op gebruiken? Ja, dat kan. Alleen dan mag u maar 1 keer in de 24 maanden, dus 1 keer in de 2 jaar toepassen. En ja, dat is natuurlijk toch wel een beperking. Als je hem 1 keer inzet, nou, dan moet je er 2 jaar mee wegblijven. Dus ik denk dat we voor de vervanging van de Calypso, de Gazelle en de Sivanto allebei toch wel ook nodig hebben. Kijken we naar wat proefjes nog van de kaf met die Sivanto. Als we daarna puur naar de luizen kijken, dan zie je dat met name de grasluizen, de groene appeltakluis, de roze appeluis, dat die goed bestreden kunnen worden met Sivanto en dat die gelijk wellicht aan Gazelle en aan een tepekkie bijvoorbeeld. Dus daar zit niet direct het probleem. Maar kijk je ook in een proef die we 2-3 jaar geleden genomen hebben op wansen. En wansen is dan natuurlijk een veel moeilijker te bestrijden insect. En daar zie je dan, in dit proefje was dat ook nog zo mooi, 0,4 dosering Sivanto, hier nog toegevoegd met Flipper, dat je daar aan een werking kwam van 48%.
De 0,9 dosering Sivanto die zat op 72%, een stuk meer. Dus wat dat betreft zie je dat je die hoge dosering eigenlijk technisch wel nodig hebt, maar je etiket ja, geeft daar niet alle ruimte voor. Als we naar de rupsen kijken, en ja, daar is Runner natuurlijk eigenlijk een basisproduct de laatste jaren gewoon geweest. Hebben we daar alternatieven? Daar zitten best wel alternatieven. Als we kijken, Afferm, Corrigen, Stuart, Centari, dat zijn toch wel alternatieven waar we nog wel wat mee kunnen. Maar hoe kunnen we die puzzel dan ook een beetje maken, hè, nu we Runner weg zien vallen? Nou, het eerste waar we eigenlijk naar kijken is, wat zit er het dichtst bij? En dat is eigenlijk de Stuart. Stuart was natuurlijk, voordat we Runner hadden, een product wat we veel inzetten op de voorjaarsrups en op de bladrollers rond de bloei. Vaak in die beginbloei ook. Dus het etiket van Stuart heeft nog steeds wel heel veel ruimte. Een technische dosering die denk ik zeer effectief is op de rupsen. Het enige wat veranderd is, is dat we hem niet meer in de bloei mogen inzetten. Omdat er altijd wat discussie om dit middel is ten aanzien van de hommels, de bijen, de nuttige oorwormen. En in die discussie ja, heeft ook de overheid gezegd, in de bloei niet meer toepassen. Dan moet hij weg, dus hij mag gewoon kort voor de bloei. Verder, het middel is gewoon goed inzetbaar. Het advies voor die rupsen op appel, hoe kunnen we daarmee uit de voeten? Nou, ik denk dat het is ja, altijd een beetje van, durf je het aan met een Stuart vroeg in het seizoen? Dan is de invloed op de nuttige, negatieve invloed, veel minder. Dus als wij Stuart net voor de bloei kunnen positioneren, dan pakt hij daar de wintervlinders, de vloege bradrollers gewoon mee. En wij denken dat daar dan de schade op de nuttige op dat moment nog mee kan vallen. Dus daar kan eventueel de Stuart in de appel, denk ik, een positie gewoon pakken van de runner. Zijn er situaties dat u na de bloei nog terug moet komen op de rupsen? Ja, dan is het voor Stuart alweer iets verder in de tijd. Dan zit je wat ongunstiger op de nuttige. En dan zou eventueel daar een corrigent kunnen. Corrigent is ook sterk op rupsen. Dan denken we, ja, corrigent, maar die hebben we voor de fruitmotter nodig. Als u hem daarin zet, dan hebben we hem nog één keer over voor de fruitmot. En dan zullen we het tweede traject van de fruitmot wat anders in moeten vullen. Dus dat is dan even de puzzel die je moet maken. Maar we hebben de laatste jaren wel gezien, als jij zeg maar die runner beginbloei inzetten, rond de langste dag bijvoorbeeld die corrigen, ja, dan hadden we eigenlijk geen bladrollers en geen rupsen schade van betekenis meer die we tegenkwamen. Net als de voorjaarsuilen of late bladrollersoorten voorkomen, zou dit een advies kunnen zijn. Op peer zitten we natuurlijk voor de bloei te vroeg. Na de bloei op de rupsen, ja, bij peer zitten we nog altijd iets meer in dat dilemma. We willen eigenlijk niks geen invloed hebben op onze nuttige. En ook op de oorwormen niet. Dus daar ligt het iets gevaarlijker. Nou, wij denken dat als we de rupsen goed effectief willen bestrijden na de bloei bij de peren, dat we dan met corrigen daar heel goed uit de voeten kunnen. Als u daar corrigen inzet, hebben we hem ook nog één keer over voor de fruitmot. Wat in peren heel vaak voldoende is. Als u hem één keer in de appels, of één keer voor de rupsen na de bloei zet, en rond 1 juli bijvoorbeeld in die periode voor de fruitmotbestrijding, dan denk ik dat we een effectieve bestrijding van de rupsen kunnen hebben in de peren. Degene die zeggen, ik wil absoluut niet in appel en peer met breedwerkende middelen werken, dan is het alternatief de Centari. Kennen we natuurlijk ook vanuit de biologische teeltmiddel, kennen we eigenlijk al heel lang. Het is al best een oud middel, een BT, een Bacillus thuringiensis. Maar het Centari is wel een juffertje. Dat betekent dat de omstandigheden wel perfect voor moeten zijn, wil u daar een goed resultaat voor krijgen. Dat betekent kleine rupsjes. Even wel een keer herhalen. Temperatuur. Maar goed, dan heb je wel een inzet die wat dat betreft, zeer selectief is. We kunnen niet alle insecten, alle veranderingen kunnen wij gewoon niet doornemen. We hebben er eentje nog wel uitgepakt, omdat dat toch ook nog wel de laatste jaren veel discussie omtrent is. Appelbloesemkever. De jongens van CAF hebben ook weer daar. Elk jaar nemen ze toch wel weer proeven daarin. En ja, eigenlijk zie je gewoon in die proeven, wat is het sterkste? Eigenlijk het nieuwe middel waar we al 3 jaar, denk ik, op zitten te wachten. Het middel dat we ook in de kersen gebruiken voor de Suzuki-vlieg. Maar het heeft nog steeds geen toelating. Het had er moeten zijn, maar het is er nog niet. Jammer. In de proeven zie je die ook het hoogst uitkomen. Wat zie je? De Sivanto en de Gazelle, die zitten duidelijk lager. Nou, en welke zit er tussenin? Nou, er zit eigenlijk nog een Raptol tussenin. En dat zou dan een alternatief nog kunnen zijn op de bloesemkever. Wat we ook in die proef nog gedaan hebben, is kijken naar hoeveel water heb ik nodig voor mijn bestrijding.
En dat is met 250 liter, met 500 liter en met 1000 liter. En daar kwam toch hoe meer water dat we gebruikten, hoe beter de effectiviteit. Advies voor de appelbloesemkever. We hebben daar dus wel meerdere middelen. Nieuwe middelen is niet gekomen. De raptol heeft gisteren zijn vrijstelling weer gekregen. Nou, wij denken dat waar het mogelijk is, want het etiket heeft best wel wat beperkingen. Maar waar het mogelijk is, dat raptol een goede inzet kan zijn voor de appelbloesemkever. Waar dat niet lukt, het nieuwe middel niet is, dan zult u met Sivanto, Gazelle en eventueel in een combinatie met Stuart die bestrijding moeten maken. Gebruik wel toch wat meer water, die 500 liter. En we denken dat eventueel bijvoorbeeld met een toevoeging van een squal, een antidriftmiddel, wel meer middel en vloeistof op de boom gehouden kan worden, waardoor de bestrijding nog wat kan stijgen. Die lag niet in de proef, maar dan denken we dat het wel mogelijk is. Fruitmot gaan we het niet lang over hebben. 90% van de gevallen gaat bij fruitmot naar ons idee gewoon goed, de bestrijding. En er zit wel discussie bij bedrijven waar het ja, met een goede inzet van bestrijding toch nog niet helemaal optimaal verloopt. En ja, we denken wel eens, zitten dan in die hele vroege, zit daar al wat? Zijn we dan op die bedrijven te laat met bestrijden? Waar zit nou precies het lek? Zit er wat slijtage in de corrigen? Allemaal discussies die spelen. Ik denk dat het in het fruitmot vooral belangrijk is als het op uw bedrijf niet helemaal effectief verloopt. Dat het goed waarnemen en vooral die eerste vlinders vaststellen, dat dat ook erg belangrijk is. Nou, ook daar is de techniek weer in veranderd. Dit is de nieuwe val met een monitor erin die op uw app een seintje doorgeeft wanneer er een fruitmot gevallen is. Maar waarnemen, goed kijken, waar kan het lek zitten? En als het met een normale inzet niet goed lukt, dan zullen we moeten speuren waar het binnen uw bedrijf met de fruitmot niet goed gaat. In de middelen zit eigenlijk geen heel veel nieuwe veranderingen. Dus daar zit niet een echte antwoord van. We hebben iets wat de 100% problemen tackelt. Ik wou het in een hoofdzaak hierbij laten. Het is een heel klein onderdeeltje van het totaal. Maar in zoverre het verhaal van de verandering. Hoe we met een bestrijding omgaan zonder Calypso en zonder runner. Ik denk dat we met het volgende filmpje verder gaan. Max gaat de rondom schurven bespreken. Ja, even een terugblik naar afgelopen seizoen. 17 februari kregen wij bericht van PC-fruit in België dat de algesporen rijp waren. In de praktijk heeft dit veelal niet tot paniek geleid, omdat de temperaturen veelal nog onder de 10 graden bleven en er weinig groene delen aanwezig waren in de boomgaard. Enkele biotelers en mensen met historie met takschurf die zijn gaan rijden. Maar de algemene, de meeste telers hebben nog even gewacht, dus dit leidde niet direct op paniek. Ja, maart en eind februari waren nat, moeilijk begaanbaar, het was moeilijk te rijden. Telers die gereden hebben, reden veelal sporen. Maar toch, vanuit Canadees onderzoek hebben wij geleerd dat de ontwikkeling en de kwaliteit van afgesporen sterk toeneemt bij natte en zachte winters. Dus toch iets om rekening mee te houden. Want die sterker ontwikkelde afgesporen kunnen ook eerder tot een infectie leiden in het voorjaar. Dus zeker iets om mee te nemen naar de toekomst toe. De eerste week maart was voor veel telers het begin van het spuitseizoen. De afgesporen waren al rijp. En dit in combinatie met de eerste groene delen en oplopende temperaturen betekende inderdaad het begin van het spuitseizoen. Schurft in 2021. CAF heeft dit jaar zijn netwerk weerstations vernieuwd, al dan niet uitgebreid, in samenwerking met telers. We hebben dit gedaan met onder andere de walkie-talkie, ook met de Sandcrop. En dan komt het groeiseizoen en gaan wij hiermee van start. Stapeldiscussie komt elk jaar weer terug. Mogen we CAF dan middelen nog afwisselen? Mogen we verschillende merknamen nog steeds stapelen? Dat mag inderdaad nog steeds, gelukkig. Ja, tegelijkertijd de nieuwe labels. Over een paar jaar krijgt de praktijk te maken met het nieuwe label van CAF dan. We weten niet hoe dit eruit gaat zien. Het kan zo zijn dat de maximale dosering naar beneden gaat. Het zou ook zo kunnen zijn dat het interval vergroot wordt. Wat we ook zien bij MedPlus, een interval van 15 dagen. Ja, wij als CAF hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan om die scenario's uit te werken. Dus als het een nieuwe etiket er is, dan hebben wij scenario's voor u uitgewerkt. Zodat u er gelijk mee aan de slag kan in de praktijk. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met vergroening en ook hulpstoffen.
toevoegen aan het afwisselen met chemie. Onder andere vaccieplan en serenalen. Ja, als we dan kijken naar de infectiecyclus van schurft, wat is er eigenlijk nodig om tot het aantal primaire infecties in het groeiseizoen te komen? Zie je eigenlijk dat de hoeveelheid blad in combinatie met het aantal askensporen per blad, dus hoeveel schurft heeft het meegenomen uit het voorgaande jaar, bepaalt eigenlijk de infectiedruk in combinatie met de rasgevoeligheid. Uiteraard hangt het aantal primaire infecties ook af van de weersomstandigheden, spuittechniek en timing. Openheid van de boom, dus groeibeheersing is belangrijk. Als u spuit, dat de middelen zo effectief mogelijk zijn, dat u alles raakt. En de werking, oftewel het kracht van het middel. Ja, als we dan kijken naar de ontwikkeling van de schurfstrategie, praat eigenlijk veelal over het chemische gedeelte, terwijl er nog zoveel onder zit. Als we helemaal onderaan beginnen, dan zitten we eigenlijk bij de rassenkeuze, dus de rasgevoeligheid. Dan komt het beheersen van de inoculumbronnen, oftewel de cultuurmaatregelen. Wegpoetsen en het versnipperen van afgevallen blad en snoeihout in het voorjaar. En dan komen we eigenlijk bij de groeibeheersing, dus de openheid van het gewas. Hoe snel kan een gewas opdrogen? Groeibeheersing is van belang. Hoe effectief zijn de middelen? Hoe goed kan ik alles raken? Daarnaast de biologische bestrijding, oftewel de groeningbestrijding. Het topje van de ijsberg is dan de chemie. Nou, dit is eigenlijk om aan te geven dat er heel veel maatregelen onder de uiteindelijke bespuiting in het voorjaar zitten. Conclusie, focus dus op systeemaanpak, niet alleen op chemie. Schurfbestrijding begint in de herfst, dus bij de bladvertering. Uree bespuiten helpt in de bladvertering. Het is zaak dat de boomleven het blad snel heeft verteerd en dat dan uiteindelijk het blad dat nu over is in het voorjaar, dat, dat weggepoetst en versnipt wordt. Dus de preventieve maatregelen zijn extra belangrijk. Als we dan kijken naar het advies van aankomend jaar, een aantal wijzigingen. Kap dan uiteraard nog steeds. Delan dit jaar weer beschikbaar, al dan niet Delan Pro. Alcobam is een nieuw toegelaten Ditianon. De SDI's, sterk beschurft uiteraard. Mancozeb, aankomend jaar nog toepasbaar. Daarna zal de toelating vervallen. Fosfieten, kalium, al dan niet aluminium. Silit Flow, sterk in het voorjaar. Daarnaast curatief, zien we toch liever Fabian curatief als preventief. Uiteraard Scala en Chorus, een score voor later in het seizoen. En meerdere jaren ervaring op het gebied van vergroening met onder andere serenaden. Op basis van biologische bestrijder en vaccieplan als zijnde het aanwaker van het zelfverdedigingsmechanisme. En wat zijn dan de aandachtspunten van 2021? Sanitaire maatregelen uitgebreid besproken. Bladvertering in het najaar en bladpoetsen in het voorjaar. Ja, alles raken is moeilijk. Zorg voor open bomen, zorg voor groeibeheersing. In het belang van het primaire seizoen. Dus het primaire seizoen schoon doorkomen betekent vaak een makkelijker secundair schurfseizoen. Ja, de groeiexplosie in kort interval hanteren. Het voorjaar komt er veel, snel veel blad bij, dus zorg voor een kort interval. Het bedekt houden van het gewas. Daarnaast speelt dosering en timing een belangrijke rol. En uiteraard zien we liever preventief als curatief. Dus preventief moet de norm zijn en curatief als zijnde het redmiddel. En daarnaast de kracht van SDI's op schurft. Ook stemfilium en uiteraard de goede werking op meeldauw. Dank voor uw aandacht. Dames en heren, goedenavond. Jullie hebben net de film gezien van Schurft. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Als jullie nog vragen hebben, dan kan je die stellen in de chat. Die zullen op een later moment beantwoord worden. Ik wil het nu met jullie live hebben over een stukje schimmels. Allereerst fosfiet. En dan later ook een stukje meeldauw. Fosfonaat, oftewel fosfiet, is bij jullie bekend. Is al lang toepasbaar in de praktijk. Voorheen als zijnde meststof. Maar door het ontbreken van de voedende waarde is hij sinds dit jaar toepasbaar als zijnde gewasbeschermingsmiddel. Ja, als we dan kijken naar de opbouw van fosfiet, dan zien we eigenlijk een fosforelement met daaraan drie zuurstofelementen gekoppeld. Voor jullie beeldvorming. Fosfaat heeft een extra zuurstofmolecuul wat fosfaat immobiel maakt en fosfiet juist heel mobiel. Hij wordt zowel door het vloeheem als het xyleem getransporteerd in de boom. Zij gaat zowel naar boven, naar de scheutoppen, als ook naar beneden, naar de wortels. Als we dan weer kijken naar de opbouw van fosfiet, commerciële formuleringen hebben nog een ander element eraan gekoppeld, zoals een aluminium of een kalium, wat hem ook toepasbaar maakt in de praktijk. Als we dan kijken naar de kracht van fosfiet, dan zijn er eigenlijk een vijftal elementen die de kracht van fosfiet eigenlijk mooi omschrijven. Allereerst, hij versterkt het schema. Dus het toevoegen van fosfiet of het afwisselen met fosfiet versterkt eigenlijk
het basisschema, de basisbestrijding, de schimmelbestrijding. Daarnaast versterkt hij de chemie. Als tweede punt, systemische werking, zoals ik net al zei, wordt zowel naar boven als ook naar beneden getransporteerd. Wat hem erg systemisch maakt en overal in de plant of in de boom zijn werk kan doen. Naast de directe werking is hij ook weerstandverhogend. Je moet eigenlijk zien als een soort lichtschakelaar. Hij activeert het natuurlijk zelfverdedigingsmechanisme. Als er voldoende fosfiet aanwezig is in de boom, dan staat die lichtschakelaar aan. En die blijft ook aanstaan zolang er voldoende fosfiet aanwezig is. Ja, naast die indirecte werking, om het zo te noemen, heeft fosfiet ook een directe werking op zowel bacteriën als ook op schimmels. Bacteriën, denk dan aan Pseudomonas en Alternaria, dus dode knoppen. En qua schimmels denk dan aan een goede bestrijding op schurft, stemfilien, maar ook een goede nevenwerking op meeldauw. Ja, het doek is na bijna 60 jaar gevallen voor mancozeb. Ja, betekent dit kansen voor fosfiet? Ja, wij denken van wel. Mancozeb was natuurlijk een breed middel, een breed schimmelmiddel. Goede werking op stemfilium, nevenwerking op vlooien. Wij denken dat fosfiet, vooral op het gebied van schurft en stemfilium, daar wel gaten kan dichten. En misschien is het wel het molecuul van de toekomst. Het is een groene stof, hij past binnen de groene gewasbescherming en hij past misschien zelfs ook wel binnen het nieuwe landbouwbeleid. Als we dan kijken naar het overzicht met middelen die fosfiet bevatten. In de eerste kolom staat Delan Pro, is bekend bij jullie, al meerdere jaren toepasbaar. Verder ook een goed etiket, heeft zich ook bewezen de afgelopen jaren. Is technisch een sterk en krachtig middel op basis van dithianon in combinatie met kaliumfosfiet. Sinds dit jaar toegelaten zijn MedPlus, Soriale en Lunacare. Ik bedoel sinds afgelopen seizoen. Als we dan kijken naar MedPlus, die combinatie van Captan en kaliumfosfiet in één formulering. De bijzonderheid aan dit etiket is dat hij een interval heeft van 15 dagen. En het jammer daarvan is dat er daartussendoor geen Captan gespoten mag worden. Ja, als u afgelopen 2 jaar hebben we natuurlijk een vrij relatief makkelijk schurfseizoen gehad. U kan hem indenken, als je een moeilijk schurfseizoen krijgt met veel infecties en zware infecties, dan is die interval van 15 dagen gewoon veel te lang. Dus er moet altijd iets tussendoor gespoten worden. Ja, en etiket technisch gezien mag het geen Captan zijn. Als we dan kijken naar Soriale, heeft wel een goed pasbaar etiket, hij is makkelijk toepasbaar voor de praktijk. Is ook het hoogst gedoseerd wat betreft fosfiet per liter. Is een solo kaliumfosfiet zonder toevoeging van een basisfungicide. Als laatste hebben we Lunacare, bevat fluoropyram zoals u die kent uit de voorgaande Luna-series. Met eraan toegevoegde fosfatiel aluminium zoals u die kent vanuit het verleden van de Aliëtten. Is ook een lastig etiket. Toepassingsmoment is vanaf einde bloei op peer en vanaf 10 mm op appel. Dat betekent eigenlijk dat de belangrijkste schurfperiode, het primaire seizoen, is dan zo goed als voorbij. Dus daarom zien wij positionering meer op stemfilium, ook omdat hij maar 2 toepassingen per jaar heeft. Dus als hij Lunacare toepast, positioneer hem dan met die 2 toepassingen vlak voor een stemfilium infectie. Ja, er is natuurlijk wat discussie rondom fosfiet. We weten dat hij technisch sterk is. Allereerst plant-proof. Voorheen werd kaliumfosfiet beloond met een bonuspunt. Aluminiumfosfiet was neutraal. Dit is herzien omdat er nog wel discussie was. Voor aankomend seizoen geldt dat beide middelen, zowel kaliumfosfiet als aluminiumfosfiet, zijn neutraal. Dus geen bonuspunt, maar ook geen maluspunt. Daarnaast hoeven totale kilo's actieve stof gelukkig niet meegeteld te worden binnen het plant-proof. Er is best wel veel discussie rondom het meerjarig residu. Ja, fosfiet inderdaad, hij wordt meerdere jaren teruggevonden. Tot 3 jaar kan hij teruggevonden worden. Na die 3 jaar is hij in termate lage getallen in de boom aanwezig dat hij eigenlijk onder de detectiegrens zit. Dus dan wordt hij ook niet meer teruggevonden. Dan krijg je best veel vragen over, ja, bouwt fosfiet zich nou op in een boom? Dat is niet het geval. Als we fosfiet meerdere keren toepassen, pak bijvoorbeeld Soriale, die spuiten we in een serie bespuitingen, bijvoorbeeld 6 keer achter elkaar, dan komen we eigenlijk aan maximaal 2 tot maximaal 13% van het maximale MRL. Dus we halen het gewoon het maximale MRL, gelukkig niet, lange na niet. Dan de retail. Afgelopen seizoen vanuit de praktijk weinig geluid gehoord rondom fosfiet. Niet alle partijen hebben er ook een uitspraak over gedaan. Sommige partijen wel. Lidl heeft bijvoorbeeld gezegd, ja, zie het als een residu en tel hem als altijd plus 1. Dus pak je stoffen die je hebt, 3 of 4, en die plus 1 is dan altijd fosfiet.
Als je fosfiet spuit, wil het niet zeggen dat je fosfiet altijd terugziet op het residumonster. Hij moet aangevinkt worden binnen een multi-analyse. Als hij niet aangevinkt wordt, is hij ook niet te vinden. Maar als, als ze hem willen vinden, dan zullen ze hem ook zeker vinden. Ja, dat was eigenlijk mijn stukje over fosfiet. Dan ga ik eigenlijk gelijk door mijn meeldauw. Dat is natuurlijk een veel besproken onderwerp van het jaar. Er is veel aantasting geweest. En waar zit dan de pijn in de praktijk? Zit hem eigenlijk in die geïnfecteerde knopscheuten die zo de winter in gaan. Dat zijn eigenlijk die meeldauwpluimen die je gedurende het seizoen in het perceel ziet. Ja, bestrijding was dus lastig afgelopen jaar. Heel veel aantasting. Hoe komt dat nou? Ik denk allereerst de weersomstandigheden. We hebben natuurlijk de perfecte weersomstandigheden gehad voor meeldauw. Warm en zonnig weer. Als infectie eenmaal heeft plaatsgevonden, dan houdt meeldauw eenmaal van warm en zonnig weer. Van oorsprong zit die ook al voornamelijk aan de onderkant van het blad. Dus als het regent, spoelen die sporen ook niet of bijna niet af. Daarnaast zijn het aantal knoppen veelal gespaard gebleven, omdat we een geringe haploos hebben gehad met geringe knoppen. Dus dat betekent ook meer geïnfecteerde knoppen gedurende het seizoen. We zien aantasten niet alleen op appel, maar ook steeds meer op peer. Uiteraard de gevoelige rassen, commies, sweet sensation. Maar ook steeds meer op conference. Al dan niet op de jonge vruchtjes die later afvallen. Maar het is zeker iets om in de toekomst ook rekening mee te houden. Ja, als we dan kijken naar de verbeterpunten in de bestrijding, wat kunnen we dan beter doen? Ja, het vroeg start is van belang. We zien vaak bij schurf wordt gestart bij de eerste groene delen. Maar we zien vaak dat de meeldauwbestrijding dan nog niet tussen de oren zit en vaak later opgestart wordt. Dus tijdig start is van belang. Daarnaast de sanitaire maatregelen, dus het voorkomen van sporuleren van conidie, dus het knippen van die meeldauwpluimen. En daarnaast het loskoppelen van de schurfbestrijding. Je ziet vaak dat vooral in zo'n periode het interval van de schurfbestrijding verlengd wordt, dan bijvoorbeeld 14 dagen. Als je dan droog en zonnig weer hebt, dan kan de interval nog wel eens te lang zijn voor meeldauw, die juist van het zonnige en droge weer houdt. Als we dan kijken naar de systeemaanpak, ik heb het net al een paar keer genoemd, de sanitaire maatregelen, dus de sporulatie van conidie beperken door het knippen van meeldauwpluimen gedurende het seizoen. Als we dan kijken naar de chemische bestrijding, hebben we eigenlijk drie fasen in de chemische bestrijding. Allereerst cyflamiet, stap 2 is dan flinch, strobi, eventueel Nimrod. En als u vanuit schurft SEI's toepast, hebben deze ook een goede nevenwerking op meeldauw, of eigenlijk een volledige werking op meeldauw. En afsluiten met topas. Ja, zo ziet dat dan eigenlijk in een schema uit. We starten met 2 keer cyflamiet. Vooral als u verleden heeft of afgelopen jaar veel meeldauwaantasting heeft gehad, is het zaak om tijdig te starten met 2 keer cyflamiet. Eventueel gedurende het seizoen verder oppakken met strobiline, dus flint, strobi en eventueel een Nimrod, maximaal 3 keer. En afsluiten met topas, omwille van het nulresidu van 28 dagen. Daaronder staat een balk fosfieten. Vanuit proefervaring hebben wij afgelopen seizoen ook wel gezien dat fosfieten een zeer goede nevenwerking hebben op meeldauw. Nou, dit was zover mijn verhaal. En dan wil ik eigenlijk in een video laten zien van onze collega Joris Wissen wat betreft dunning. Goedemiddag, ik wil jullie wat vertellen over de chemische dunning, de ervaringen van afgelopen jaar. En ook een beetje doorkijk maken alvast richting een advies voor 2021. Dunning is een belangrijk thema elk jaar weer. Ook heel belangrijk voor uw rendement. Of we geslaagde dunning hebben, ja of nee, dat kan heel veel uren werk besparen. Nou, waarom dunnen we? Dat zijn eigenlijk heel makkelijke kenmerken natuurlijk. Uiteindelijk dunnen we natuurlijk om de vruchtmaat positief te laten zijn, dat we niet te veel kleine appels of peren oogsten. Maar ook een aspect is een stukje oogstzekerheid, dat we niet in een beurtjaar terechtkomen. Afgelopen jaar zagen we bij Elstar een behoorlijk beurtjaar terug. En dat willen we eigenlijk zien te voorkomen door ook goed en op het goede moment een chemische dunning uit te voeren. Dan zijn er nog 2 aspecten die ook belangrijk zijn. Als we een slechte blad-vruchtverhouding hebben, dan zien we dat de kleuren achterblijft. En tot slot, met heel veel vruchten aan een boom, kan het ook zo zijn dat het suikergehalte en daarmee de smaak ook beïnvloed wordt door de chemische dunning. Dus uiteindelijk een heel belangrijk thema op uw bedrijf, chemische dunning. Nu is er eigenlijk vanuit Crop Solutions is er een ontwikkeling
dat Crop Solutions ook een eigen 6BA heeft, een hoog geconcentreerde vorm van 6BA. Die gaan we de CropGuard noemen en die komt dit jaar op de markt. Nou, ik geef al aan, hoog geconcentreerd, een formulering die ook stabiel blijft, dat is belangrijk. Hij is voor de gebruiker is die veilig, dus hij is niet schadelijk voor de gebruiker. En ja, wij vergelijken hem ook al meerdere jaren in onze proeven. En dan zien we ook dat hij gewoon op hetzelfde niveau zich begeeft als de 6BA's die op dit moment ook in de markt aanwezig zijn. En daarmee ook vanuit Crop Solutions een innovatie. Het resultaat van die middelen die je kunt inzetten, dat noemde ik net ook al even, hangt eigenlijk af van het jaar daarvoor. Dus dat is belangrijk. Wat gebeurde er het jaar daarvoor? Wat is er aan teeltomstandigheden aan de hand qua bestuiving, het groeiniveau van zetten die een rol spelen en ook wel het stukje klimaat waar ik ook al naar refereerde. Drie belangrijke aspecten die ook een rol spelen in het uiteindelijke resultaat. Als CAF hebben wij afgelopen jaar op Elstar en op Conferans een dunproef gelegd. Wij blijven dat ook elk jaar doen. Ook omdat dit zo'n belangrijk thema is voor de telers en dat er ook veel van afhangt, willen we toch zoveel mogelijk ervaring zelf ook opdoen en u zo goed mogelijk kunnen adviseren op basis van de ervaringen die we opgedaan hebben. In Zeeland hebben we uiteindelijk een perceel Elsta gevonden met meer dan 100 bloemknoppen gemiddeld. Was dit jaar niet eenvoudig om een goed dun perceel te vinden. Daarin hebben we Brevis op twee momenten toegepast. We hebben ook de Brevis twee keer toegepast, dus de dubbele dosering. En daarnaast liggen er ook een aantal objecten in waarin we dus met een 6BA, de Maxel, maar ook met de CropGuard, dat is dan de onderkafnummer was het afgelopen jaar nog, hebben ingezet. We hebben gekeken naar ATS en een vloeibare ATS en we hebben ook Etrel opgenomen in het schema. Best een uitgebreide proef. Nou, als we dan gaan kijken van hoe werken dan die dunmiddelen, dan vinden we het altijd belangrijk dat het klimaat ook goed in beeld is. En dan zien we dat we afgelopen mei een zonnige maand hadden met maar een paar momenten dat we wat meer schaduw hadden of minder instraling hadden. Maar over het algemeen een zeer zonnige maand. Dat betekent dan ook vaak dat het een maand is waarin we lastig chemisch kunnen dunnen. Omdat die boom zelf heel veel energie aanmaakt vanuit zijn fotosynthese. De nachttemperatuur speelt een rol als we het over Brevis hebben. Dus de 10 graden lijn, als de temperatuur 's nachts boven de 10 graden uitkomt, dan kunnen we zien dat we vaak wat meer effect hebben. Omdat de boom dan 's nachts wat meer energie verbruikt, zeg maar, heeft hij minder energie ter beschikking. En daarop heeft Brevis dan ook een groter effect. En daarnaast zien we ook dat met de 6BA's inzet, het belangrijk is dat we opgaande lijnen hebben naar ruim boven de 20 graden. En vandaar dat we ook altijd terugkijken naar die temperatuurskaarten als we een proef gaan beoordelen. Nou, de Elsta qua resultaten, hier even de belangrijkste resultaten. Ik denk dat het goed is om te zien dat we met één keer Brevis toch een veilige dunning hebben van ongeveer die 15 tot 20%. Gaan we dan de Brevis herhalen, dan gaan we in één keer naar 44% dunning en daarmee hebben we ook echt een sterk dunmiddel. Kijken we dan naar de combinatie van een 6BA met een Brevis, wat wij vaak in de praktijk ook een mooi advies vinden, ook vanwege de return bloom, dan zitten we weer op die 17% dunning. En daarmee zien we dat dit jaar eigenlijk de 6BA niks toegevoegd heeft helaas. En dat had te maken met de inzet ook wel, het moment. Tot slot hebben we dan ook nog gekeken naar die ATS plus Maxel en ook hierin zien we eigenlijk een teleurstellende dunning. Nou, het resultaat, moeilijk om een schip perceel te vinden dit jaar. De zetting bleek niet overdadig, dus onbehandeld gaf eigenlijk ook eigenlijk een mooi resultaat uiteindelijk. ATS gaf ook niet een hele sterke werking dit jaar. De andere jaren zien we daar ook al wat meer van terug. Nou, dan even de Brevis. Ik denk een veilig dunmiddel en dan die dubbele bespuiting. Ja, dan gaan we echt naar percentages waar we de helft van de boom mee leeg kunnen spuiten. Advies voor aankomend seizoen. We zullen veel percelen Elstar kennen met een sterke bloem. Het moment van de inzetten van de ATS en van de andere dunmiddelen zal dan ook belangrijk zijn. Dus monitor uw perceel goed. Ga echt regelmatig kijken. En niet één keer in de week, maar eigenlijk meerdere keren op een dag als de ontwikkeling heel snel gaat.
en proberen in overleg met uw voorlichter en met onze adviezen als hulpmiddel ook het goede moment te vinden. We zien dan ook dat een 6BA, zeker in zo'n jaar, als we een wat zwaardere dracht verwachten, ook voor return bloem zorgt het jaar erop, waar we dan ook zeker mee willen werken. Breef is goed timen, ook belangrijk. Goed kijken naar de omstandigheden qua nachttemperatuur en qua lichtinval overdag. En ook daar in de juiste keuze proberen te maken. Dan gaan we naar de dunperen, de dunproefpeer. Die lag in de Betuwe op een Veehaag perceel. Ook daarin hebben we weer de twee momenten Brevis gekozen en de dubbele dosering Brevis. We hebben een etrel schema erin gelegd na de broei. We noemen dat nog wel eens het Jan Houter schema. En we hebben ook een combinatie gemaakt van etrel met een 6BA. De cropguard lag erin. En we hebben de toelating van een hogere dosering Maxel, dus de 10 liter Maxel lag ook in deze proef. Dan kijken we naar de resultaten. En dan zien we eigenlijk dat wederom, als we het hebben over een dubbele dosering, dat we naar 28% dunning zijn gegaan. En dat we bij de één keer inzet eigenlijk maar 6 en 9% dunning zagen. En dat is eigenlijk wel minimaal dat er gaat. Dus het was ook niet sterk. Die werking hadden we ook wel voorspeld dat het niet sterk zou zijn. We hebben daarom ook gekozen voor de 2 kilo Brevis als inzetdosering. Kijken we dan naar het Jan Houter schema, heeft geen dunning gegeven. Er zijn wel eens jaren bij, of percelen we wat meer groei, dat we wel wat dunning terugzien van deze inzet. Het etrel gevolgd door Exilis en dan nog een keer Brevis gaf 20% dunning. In de praktijk vaak een wat duur schema, dus dit komen we niet altijd tegen in de praktijk. De cropguard een 7% dunning. En als we dan naar de hogere dosering Maxel gaan, dus echt naar de 10 liter, dan zien we dat dat 14% dunning opleverde. Nou, de resultaten. De zetting die leek in eerste instantie goed te zijn. Later kwam er toch nog wel een sterkere ruit door. Waarmee we ook in onze proef zagen dat er later bij onbehandeld behoorlijk ruivruchtjes lagen. Terwijl die dunning al plaats had gevonden in de andere objecten. 2 keer 2 kilo hadden we aan de basis gelegd, ook gezien de omstandigheden. Nou, ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En het model wat we ook wel gebruiken van Adama gaf ook al aan dat we weinig werking zouden krijgen. Dus daarin zat ook wel de lijn van dat klimaat terug. En de tweede keer Brevis, ja, die werkt dan wel wat sterker. Het Jan Houter schema zetten we vaak in voor bloemkloofvorming het jaar erop. Niet zozeer als dun schema. Nou, we zagen daar ook dat het geen dunning gaf. 6PA, daarin zien we wel dat we eigenlijk graag ook een hogere dosering zien als we echt naar wat meer resultaat willen gaan. Maar we gaf wel een dunning dit jaar in onze perenproef. Het advies, ja, probeer toch een beetje in te schatten. Heb ik echt een flinke dunning nodig? En dat bedoel ik dat je wil je na die 15-20%, wil je daar ook echt overheen? Ja, dan kom je toch op Brevis. Als je daaronder wilt blijven en je wilt echt veilig blijven, ja, dan kun je onder goede omstandigheden, goede temperatuur, kun je toch ook 15% dunning bereiken met een inzet van een 6BA. En soms kan een etrel daar ook nog een zetje aan bijdragen. En dan praat je zeg maar over een procent of 10 wat je daarmee kunt bereiken. Nou, dat was mijn verhaal omtrent dunning. Bedankt voor de aandacht. Goedenavond. Ik wil jullie deze avond meenemen rondom het onderwerp stress. En dan heb ik het niet zozeer omtrent de stress die wij hier met z'n allen voelen bij het organiseren van deze webinar. Maar dan heb ik het rondom de stress die we in het fruit nogal eens tegenkomen. En dan zijn er meerdere varianten die jullie wellicht allemaal wel herkennen. Onder andere nachtvors is een bekende. Zonnebrand is een bekende eigenlijk. Die twee staan toch wel veel in het licht de afgelopen 2-3 jaar. Hagel is nog een belangrijke die ook geregeld voorkomt. Maar ook stress rondom bladschade of schade van de jonge clusters en knoppen zijn interessante momenten waarbij stressreductie in het fruit wellicht een interessante is.
Nou ja, als we dan kijken naar stress en wat we daartegen kunnen doen, dan zien we dat er de laatste jaren veel aandacht komt voor één specifieke groep middelen. En dat zijn de biostimulanten. En dan kunnen we eigenlijk onderscheid maken in een aantal basisgroepen. En dan hebben we het over de aminozuurproducten, we hebben het over de zeewierextracten en we hebben het over de fosfieten. En dat zijn dan de drie groepen waar wij als CAF de afgelopen 4-5 jaar toch wel sterk naar gekeken hebben. En bij de groep fosfieten zien we eigenlijk dat die afgelopen jaar of voor 2 jaar terug afgevallen is. Dus de fosfietengroep valt eigenlijk niet langer onder de biostimulanten, maar valt tegenwoordig echt onder de gewasbeschermingsmiddelen. En dat komt vanwege zijn directe effect richting schimmels. Als we dan kijken wat we wel zien gebeuren, is dat met name de groep plantenextracten eigenlijk de laatste jaren wat meer in beeld komt. En dan hebben we het over de plantenextracten op basis van woestijnachtige planten, yucca-achtige. En zo zijn er best wel wat nieuwe bedrijven die met dat soort producten op de markt komen. Maar daar hebben wij tot op dit moment nog relatief weinig ervaring mee. In het klein heb ik dan nog 2 andere groepen staan die ook wel bekend zijn. De micro-organismen, de bacteriën en schimmels. En dat gaat dan met name om de bodemtoepassingen. En dat geldt ook voor de humus en de vulvinezuren. Maar daar wil ik het in dit verhaal wat minder over hebben. Als we kijken naar de nachtvorst, dan is dat natuurlijk altijd een belangrijke periode als het gaat om stress. Afgelopen jaar hadden we een jaar met een vrij strenge nachtvorstperiode. In totaal hadden we 9 nachten waarbij de temperatuur onder nul zakte. En waarbij de koudste temperatuur gemeten is op 1 april met een temperatuur van -4,5 bij ons op het proefveld. En de foto die u hier in beeld ziet, dat is het beeld van de schade 2 dagen na de koudste nacht bij ons in het proefveld. In het proefveld hebben wij een proef gedaan met 3 middelen om eigenlijk de vorstweerbaarheid van conferentieknoppen te versterken. En één daarvan is een behandeling met ureum. Dat is natuurlijk een oude bekende waarmee we eigenlijk trachten door de zoutwaarde in de cellen wat te verhogen en daarmee het vorstpunt wat te verlagen. Daarnaast hebben we 2 biostimulanten in deze proef meegenomen, eentje onder nummer. En ook de stressimmuun vanuit Crop Solutions. En als we dan kijken naar de resultaten, dan is met name die van de stressimmuun toch wel een interessante. Deze beoordeling is gedaan op basis van het aantal aangetaste bloemetjes. Dus dan heb ik het over de afzonderlijke bloemetjes per cluster. En in deze proef zijn in totaal per behandeling een 300 afzonderlijke bloemen beoordeeld op de mate van vorstschade. En de kleuren van de balken die staan in verhouding met de vorstschade. Dus de zwarte balken, dat zijn het aantal knoppen met echte zwartgevroren bloemetjes. De bruine, dat zijn de wat minder zwaar aangetast. En de groene, dat zijn de echte gezonde bloemetjes. En dan zien jullie bij onbehandeld, daar staan geen balken. Dus die hebben we eigenlijk als op nul gelijk gezet. En we zagen in deze proef dat 56% van de bloemetjes compleet weggevroren was. 21% van de bloemetjes was licht aangetast, dus die waren bruin van kleur. En slechts een 23% van de bloemetjes was nog steeds groen. En dat is natuurlijk een betrekkelijk laag aantal. Maar voor deze proef was het wel een mooie om de verschillen in beeld te krijgen. Want dan zien we dat bij het object stressimmuun het aandeel gezonde groene bloemetjes 50% hoger lag dan bij onbehandeld. En dat was toch wel een vrij sterk resultaat. En daar waren wij toch ook wel blij mee. Want dat kun je toch wel zien. En dat zien we ook wel in mindere mate bij het object onder nummer. Dat je met bepaalde biostimulanten toch echt wel een plus kunt scoren als het gaat om specifieke stressmomenten. Zoals in dit geval vorst. Een andere die opvallend was, dat is de ureum. Wij spuiten de ureum vanuit het verleden altijd om de vorstweerbaarheid van de knoppen wat te verhogen. En eigenlijk zagen we in deze proef dat de schade sec op de bloemetjes beoordeeld in de behandelde objecten met ureum eigenlijk hoger lag als bij onbehandeld. En dat vonden we toch wel een betrekkelijk verrassend resultaat. Dus daar zijn we nog wel aan het kijken geweest naar naar de wetenschappelijke achtergrond. Kunnen we niet helemaal uitkomen, maar als er weer een vorstperiode zich voordoet, dan is dit er wel een om weer te herhalen en te kijken of dit een consistente lijn is. Als we dan
kijken naar een ander onderwerp rondom stress, dan is dat de afgelopen jaren toch wel de zonnebrandschade. Hier in beeld zien jullie drie foto's met een klein beetje de gradatie tussen de verschillende typen van zonnebrandschade. We kennen de lichte zonnebrandschade, waar je eigenlijk meer een soort van felle ontkleuring ziet op de vrucht. En dat ontstaat met name na een zomersnoei bijvoorbeeld, waar dat appelsdrinken plots in het licht komen te hangen. Een andere schade is de meer matige schade die vooral door de UV-straling wordt veroorzaakt. En dan is ook een langere tijd een hogere temperatuur op de appel nodig. En kijken we naar de zware schade, die kan in sommige gevallen ook al zonder direct zonlicht plaatsvinden. Maar dan moet de temperatuur van de appel kortstondig ruim boven de 50 graden uitkomen. En helaas hebben we afgelopen jaar wel situaties gezien waarbij dat het geval was. Nou ja, zoals ik al aangaf, is eigenlijk zonnebrand de afgelopen 2 jaren al een belangrijk onderwerp. En wij als CAF zijn voor 2 jaar terug daarom ook gestart om de zonnebrand als onderwerp mee te nemen in onze proeven. En dat is natuurlijk met name interessant voor de telers meer in Limburg en in het zuidwesten van het land. Dus de telers zonder de mogelijkheid tot beregenen. Maar ook in het midden van het land zijn er toch nog wel locaties die geen beschikking hebben over water of geen bovenoverberegening. Vanuit het verleden is dan de surround natuurlijk een vrij bekende basis om de zonnebrand wat te voorkomen. Dus die hebben we hier als referentie ingelegd. Daarnaast hebben we een product onder nummer meegenomen. Die lag toen nog in ontwikkeling. Heeft eigenlijk niet echt het gewenste resultaat gegeven. En dat zat hem destijds in de formulering. Die formulering is nog in ontwikkeling. Dus wellicht dat we daar de komende jaren nog wat meer van gaan zien. Als 4e object hebben we daar wederom de stressimmuun in meegenomen. Dus net als bij de vorstproef het product vanuit Crop Solutions. En daar zagen we toch best wel een mooi resultaat. Want als we kijken naar de zonnebrandschade, zagen we dat we op dit perceel met de surround de mate van aantasting maar met 25% konden verlagen. En dan heb ik het over de hoge dosering surround en 15 kilo heen en terug gespoten door de rij heen. Dus wel zorgen dat de boom echt goed wit is. Is voor het afspoelen van het residu eigenlijk een drama, maar geeft in de basis het beste effect richting zonnebrand. En dan zagen we in deze proef dat we met de stressimmune, dat was toch eigenlijk wel een redelijke verrassing in deze proef, de mate van aantasting konden verlagen met 31%. En dat is ook reden geweest om deze proef dit afgelopen jaar wederom te herhalen. En dat hebben we dan ook gedaan, weliswaar zonder het product onder nummer, want die is afgelopen jaar niet meer interessant gebleken om dan gelijk mee te nemen. Dus wel de surround, wel de stressimmuun en een combinatieobject die al vrij snel naar voren kwam op basis van de resultaten in 2019. Kunnen we de surround, welke puur fysisch werkt, dus als blokkering van het zonlicht, versterken met een biostimulant zoals een stressimmuun die van binnenuit de plant werkt en eigenlijk met name op de vochthuishouding van de plant inspeelt. En dan zien we dat we daar een lichte plus mee kunnen scoren. Dus dat die twee elkaar werkelijk wat versterken. En daarmee zagen we ook dat de aantasting afgelopen jaar met 43% gedaald was in het object met zowel surround als stressimmuun. Nou hadden wij afgelopen jaar met de proef wel het ongeluk, voor de teler geluk, dat wij een van de percelen hadden met relatief weinig aantasting. Dus zoals jullie zien staan bij de tweede grafiek alleen maar groene balken. Dus we hadden alleen maar te maken met matige aantasting. Maar dat betekent wel direct in dit geval dat de 43% vermindering op zonnebrand betekent ook dat het aandeel, dat het gat wat daarbij ontstaan is, dat het ook direct goed vermaakbare vruchten zijn. Want vaak bij zonnebrandproeven zien we ook nog wel eens dat de aantasting bijvoorbeeld verschuift van zware aantasting naar matig. Dan is dat voor een proef best een mooi resultaat, want het product wat we inzetten heeft een effect gescoord. Maar voor u als teler heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. Want of dat die vrucht nou zwaar of matig aangetast is, hij is hoe dan ook onverkoopbaar. Dus wat dat betreft is de winst voor u als teler op de groene balken het grootste als u kijkt naar de commerciële waarde. Nou ja, en zoals ik al in het verhaal aangaf, dan is de stressimmuun 2 jaar op rij een sterk product gebleken vanuit de biostimulantenhoek om de zonnebrandaantasting toch wel duidelijk te verlagen. En de mate van verlaging is over allebei de jaren relatief consistent gebleken. Met 31% om 37%. Dus dat mogen we dan toch wel een sterke trend noemen. Als we dan kijken naar de inzet van biostimulanten rond de bloei,
Dan is dat er eentje die we de afgelopen jaren als CAF onder de aandacht hebben gehad, met name vanuit een proef in Haaften, die inmiddels 4 jaar loopt. En daarnaast hebben we ook een schaduwproef weggelegd op Welland. Dus op appels, zowel dus op peer als op appel, hebben we een, tot op zekere hoogte een beetje de vergelijkbare producten meegenomen. Met name de aminoboost vanuit kopsolutie en de stress immuun hebben in allebei de proeven gelegen. En daarbij zagen we een aantal zaken. Wordt er een stressmoment verwacht, dan willen we het liefst handelen preventief met een zeewierextract. Dat is uit die proef ook gebleken dat je dan het grootste effect scoort. En vanuit de crop solutions lijn gaat dat dan om de stress immuun. En dat is eigenlijk een combinatieproduct met naast zeewier ook nog een klein deel aminozuren. Maar dat geeft wel een extra plus richting de stressverlaging. Wat gaan we dan doen als er een stressmoment gaande is, of het stressmoment is al achter de rug, dus het postmoment is geweest. Dan gaan we curatief handelen met een aminozuurproduct. En daarbij zien we wel dat de periode na de bloei vaak wat effectiever wordt voor de aminozuurproducten dan een stressmoment voor de bloei. En in dat geval komt de aminoboost vanuit de Crop Solutions in beeld, waarbij we met name op de conferentieproef in Haaften 3 jaar lang een mooie plus hebben gezien op de resultaten. En het ene jaar is die wat hoger als het andere jaar. Maar door de bank genomen zie je elk jaar toch een lichte plus. Dus dat is ook een positieve trend in de goede richting. Nou ja, een vraag die al vrij snel opkwam in het begin toen wij met biostimulant rond de bloei starten. Kunnen we biostimulanten standaard opnemen in ons spuitschema? Dus we spuiten voor de bloei een zeewierextract, na de bloei een aminozuurproduct en dan zitten we altijd goed. En dat antwoord is toch wel vrij duidelijk nee. En dit hebben we met name gezien op de Welland-proef, waarbij we met een aantal toepassingsmomenten keken naar het gewasstadium en niet naar de weersomstandigheden. En als we dan achteraf de resultaten naast de weersomstandigheden leggen, zien we dat bij de bespuitingen net na een stressmoment, bijvoorbeeld met een zeewierextract, het stress eigenlijk versterken en daardoor een negatief effect geven. Anderzijds zien we dat als de opgaande lijn van temperatuur al ingezet is en de boom eigenlijk al van zijn eigen uit zijn stress raakt, geeft een inzet met een aminoboost bijvoorbeeld geen hele grote meerwaarde meer. Dus dat betekent dat we voor de inzet van biostimulanten toch echt meer zijn gaan kijken naar de weersomstandigheden en doet zich een stressmoment voor, dan solo naar de gewasstadia gaan kijken. Als laatste slide wil ik jullie dan de resultaten vanuit Haaften laten zien van afgelopen jaar. En daar hebben we toch best wel mooie resultaten gehaald. In deze proef hebben we wat specifieker gekeken naar verschillende nieuwe aminozuren die op de markt komen. En daar zitten ook een aantal plantaardige aminozuren bij. Omdat we ook merken dat de transitie vanuit verschillende hoeken wat meer nadruk komt op een plantaardig geproduceerde aminozuur. En die hebben we hier in vergelijking gelegd ten opzichte van de standaard bromelin die jullie als tweede balk links in beeld zien. En de andere referentie is de aminoboost. En dat laat ook wel zien dat we de afgelopen jaren een dusdanig vertrouwen hebben gekregen in de aminoboost. Dat wij die in principe nou als referentieproduct meenemen ten opzichte van de vernieuwing die vanuit de producenten weer op ons afkomt. En afgelopen jaar zagen we dat we met de aminoboost gemiddeld genomen zo'n 20-25% meer opbrengst in de maatklasse boven 60 mm behaalden. Ook met de Promalin haalden we een mooi resultaat van 17%. Maar afgelopen jaar hebben we daar op deze proef toch echt wel mooie resultaten gezien van de verschillende aminozuurproducten. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er verschillen zitten tussen de producten. Dus twee producten geven eigenlijk meer een negatief effect. De andere producten meer een positief effect. En dat zit voor een groot deel in de samenstelling van het product, in de herkomst van het product. Alleen merken we dat het nog vrij moeilijk is om die herkomst goed te kunnen relateren aan de te verwachte effecten. En dan zien we dat het aminoboost product op dit moment toch een van de meest constante is die in die lijn aanwezig is. Dit was dan in principe mijn verhaal rondom biostimulanten en de effecten die we daarvan gezien hebben afgelopen jaar in zowel nachtvorst, zonnebrand als vruchtzetting. En dan wil ik het woord overgeven aan de voorzitter.
Dankjewel, Gijsbert. Blijf nog even staan, want er is nog één vraag binnengekomen voor jou. Er zijn wat verschillende vragen binnengekomen, zowel via de chat als via allerlei appgroepjes die zijn ontstaan. Maar eigenlijk de vraag aan jou, Gijsbert, is van kun je kort aangeven wat nu het verschil is tussen AminoBoost en AminoZol? Ja, dat kan ik aangeven. In de basis zijn allebei de producten geproduceerd op basis van een dierlijke oorsprong. Alleen zien we dat de AminoZol is een wat minder hoogwaardig product qua samenstelling. En wij kijken eigenlijk naar het vergelijk bij de aminozuurproducten steeds meer naar het aandeel vrij beschikbare aminozuren. En dat zijn uiteindelijk de aminozuren waar dat de boom ook daadwerkelijk iets mee kan in zijn processen in de boom. En dan zien we dat de AminoBoost qua samenstelling een hoger aandeel aan vrije aminozuren bevat ten opzichte van een AminoZol. Anderzijds weten we dat ook wel een klein beetje vanuit het verleden van de AminoZol, omdat we die ook wel eens inzetten als een meer een soort uitvloeier of een versterker voor de opname van gewasbeschermingsmiddelen. En daar is de AminoBoost dan weer minder geschikt voor. Maar dat komt vanuit de lengte van de eiwitketens die nog steeds in de AminoZol aanwezig zijn. Die verlengde ketens geven iets meer een uitvloeiend effect en een versterkt opname effect. En de vrije aminozuren die geven echt een effect binnen de processen van de plant. Oké, dankjewel. Ik denk een duidelijk antwoord geven. Ja. Ik heb ook nog een vraag voor Max en voor Arjan. Dus Gijsbert, bedankt. Max, de vraag voor jou. Wat zijn de mogelijkheden van een stopspray? Omdat we met een weerstation eigenlijk soms willen zien van zijn besmettingen nou wel of niet relevant? Ja, een stopspray kan zeer effectief zijn. Komt wel heel nauw, natuurlijk direct na een infectie. Een stopspray kan zeer effectief zijn. Vooral omdat het schimmel natuurlijk aan het begin van het seizoen in zijn gevoeligste stadium is. Het bewijs daarvan zijn natuurlijk biotelers die met zwakkere middelen een heel goed resultaat kunnen boeken met die stopspray. Wat betreft weerstations, het blijft natuurlijk maatwerk. Gebruik het als een soort second opinion en blijf als teler vooral ook zelf nadenken en hou zelf je blad nat. Etcetera. Goed in de gaten. Oké, dankjewel. Dan eigenlijk twee vragen naar Arjan. En dan komen we gelijk ook richting het laatste onderdeel van vanavond. Arjan, ik zal de vragen alle twee tegelijk stellen. De eerste vraag heeft eigenlijk betrekking op een windscherm. Wat is het nut daar nu nog van of in de toekomst? En de tweede vraag, je hebt gesproken over een heleboel nieuwe chemie, ook meer groene chemie. Kun je daar ook een indruk geven wat daarvan de kostprijs per hectare gebruik van is? Ja, qua windscherm is het zo dat eigenlijk de laatste jaren eerder windschermen gerooid zijn dan dat er nieuwe geplant zijn. De functionaliteit natuurlijk voor puur de emissiebeperking zoals we die en van origine hadden. Dat stukje zie je minder worden, omdat zeg maar steeds meer middelen een hoge DHT-klasse vereisen. Die ook wel met de techniek, nieuwe spuitmachines en de ontwikkeling daarin op te lossen is. Toch zijn wij wel voorstander van het windscherm. Als je kijkt binnen de beleidstafel van Fruit Vooruit bijvoorbeeld. Daar hebben we toch ook een notitie voor liggen momenteel om het windscherm een nieuwe impuls te geven. Je hebt diverse facetten. Hè. We hebben gesproken over biodiversiteit, ook het ophouden van nuttige insecten, de rol van de bodem waarin het windscherm een basisfunctie heeft, ook voor bloeiende insecten, richting het perceel. Dat is een hele goeie. U ziet thuis ook op de bedrijven steeds meer hagelnetten, teeltondersteunende voorzieningen. Nou, als we natuurlijk naar situaties willen zoals Spanje en Zuid-Tirol, waar plaatselijk zeg maar het geen gezicht is van de hagelnetten en plastic kappen, dan zie je dat die windschermen ook een mooie functionaliteit kunnen hebben in het flankeren van het landschap. Laten we ook niet vergeten, dit is Midden-Nederland, maar je hebt natuurlijk ook in het zuidwesten gebieden met meer wind ook nog de ouderwetse functionaliteit om toch de grote windgolven zeg maar wat af te breken. Dus wat ons betreft toch nog zeker mogelijkheden om die windschermen erin te houden. Als het gaat over de groene middelen, dat is natuurlijk op zich lastig. Hè? Telers zeggen vaak tegen mij, waarom kosten vroegere middelen 10 gulden en spoot je voor 100% de ziekte en plaag dood en nu is het stukken duurder. We hebben het daar wel eens eerder over gehad, die toelatingskosten zijn hoog. Er wordt ook toch serieus gespiegeld naar het oppervlakte wat te behandelen is in verhouding tot de investeringen die gedaan moeten worden. Ik denk dat het grootste knelpunt bij de groene middelen is, en dat zien wij ook terug in onderzoek en dat zie je ook terug vanuit
toelatingshouders, fabrikanten bij ons, van de timing komt vaak iets nauwer en er zit meer maatwerk in om hetzelfde daarin te behalen. Dus die middelen die zijn aan de basis altijd duurder natuurlijk als dat we aan de basisfungiciden nu hebben. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat die timing die komt vrij nauw. En nou, daar spelen we ook op in, hè, met ons nieuwe netwerk weerstations, met steeds meer informatie van beslissingsondersteunende modellen. We moeten er ook mee leren werken. Ik denk ook dat er een hele mooie truc zit. Hè. Mensen zeggen ook tegen mij van, hey, Arjan, groen middel A of B, hoe verhoudt die zich tot traditioneel middel A of B? Ik denk dat die denkwijze ook niet helemaal klopt. Dat we meer moeten kijken hoe zit het in het systeem. En natuurlijk, één op één zijn die middelen niet altijd in te passen, maar wel in het systeem. Antonie haalde dat ook aan met de rupsenbestrijding. Het moet passen en je moet zien in de totale oplossing. Dan moeten we ze wel gebruiken. En ze zijn wel duurder als de gewone middelen. En kijk, wij doen daar ons best ook voor. Hè. Ook op nieuw onderzoek in Proeftuin Randwijk kijken we ook gewoon naar goedkope oplossingen. Thiovit is recent verruimd. In feite een goedkoop middel, meer mogelijkheden, lage dosering in combi met groene middelen. Dus er zit muziek, alleen ja, het vraagt nog wat verdere aandacht en daar zorgen we voor. Ik denk dat ik gelijk ook de noodzaak aangeef, Arjan, van ja, een onderzoeksbedrijf als CAF. Er komen heel veel nieuwe dingen op ons af. Sommige dingen worden relatief goedkoop aangeboden, maar kunnen nog veel te duur zijn. Andere middelen worden soms duur aangeboden en zijn misschien het eind van de streep toch goedkoop. Dus goed onderzoek daarna blijven doen, zal de komende jaren gewoon een uitdaging blijven. Dan komen we eigenlijk geleidelijk aan bij het laatste onderdeel van de avond. En dat is de kans op de prijs. Maar ik wil eigenlijk nog één ding ervoor vermelden. Jullie weten dat wij samenwerken met Crop Solutions. Is vanavond ook een aantal keren genoemd. Er zijn ook een aantal leden van partners van ons die deze avond volgen, zowel van Heiboer als van Agrea als van CZTV. En op die manier hebben we samen met de CAF ook een mooie landelijke dekking, waardoor we iedereen gewoon ook van goed advies kunnen voorzien en ook gewoon ervaringen van elkaar waar we heel veel van kunnen leren. Dus ook de leden van onze partners, hartelijk welkom bij deze avond. En het mooie, jullie doen ook mee voor de prijsjes in de verloting. Het enige wat daarbij komt is als die prijsjes bij een van jullie vallen, dan zal ik natuurlijk wel even met de desbetreffende partner in discussie gaan voor het beschikbaar stellen. Gezien het grote aantal deelnemers van vanavond, hebben wij gezegd van we gaan de prijzen zoals ze in het scherm staan verdubbelen. Dus we zullen 10 prijzen trekken. Arjan die gaat de loodjes in de emmer doen. We hebben de loodjes allemaal netjes gevouwen met al jullie namen erop. Ik denk dat Arjan ja, bekend staat als onafhankelijk en vertrouwd. En daarom denk ik dat het goed is dat Arjan de loodjes gaat trekken. We hebben 5 prijzen. Solifert Micro, Amine Boost, een Velco snoeischaar, Hommels en een foto van uw bedrijf of een filmpje via de drone van uw bedrijf. Dat mag u in samenspraak met de maker doen. En dan beginnen we met de eerste prijs. En dat is de Amine Boost. Het is inderdaad bijzonder, Henny, dat we op een avond als deze zeg maar nog in een prijsvraag en verloting terechtkomen. Maar ik denk, gezien het karakter en de digitalisering van vanavond, wel leuk om deze actie er zo bij te doen. En hier heb jij de eerste. De eerste prijs, de Amine Boost, gaat naar Harry van Bemmel in Wallenooien. Dan gaan we door voor de Solifert Micro. Herman van Kesteren, Betuws Fruit in Elst. Gijs, we schrijven het allemaal netjes op en dan onthouden we dat. De Velco Snoeischaar gaat naar Paul Kruijsen in Dreumel. Dan gaan we voor de Hommels, Vijvennest in Erichem. Gelukkig de Arjan trek, anders dan zou ik partijdig zijn met een dorpsgenoot. Naar Winkel heen. En dan voor de eerste droomfoto gaat naar Teus Blankenstein in Kesteren. En dan gaan we door voor het tweede rondje. Komen we weer bij de Amine Boost.
Daan Nieuwkoop in Buurmalsen. De Solivet Micro. Maatschap van Skaik Welner in Zeewolde. De Velco. Leendert Koster in Vianen. Dan komen we bij de Hommels. Aard van Wijk, de Stickert uit Opijnen. Dat is een dorpsgenoot daar, hè? Dat heb ik gezien dat je niet in hebt gekeken. Gelukkig maar, anders zou het nog tegen me gebruikt worden, Henny. En dan de laatste, nog voor een mooie dronefoto of dronefilm. Ik vouw hem open. En die gaat naar Pieter Westerlaken in Rijswijk. Nog een oud collega van ons. Arjan, bedankt voor jouw bijdrage, voor het trekken van de loten. En dan rest mij u eigenlijk allemaal te bedanken voor het kijken vanavond. Het was op een korte manier heel veel informatie weergeven. Natuurlijk kunt u met uw voorlichter alles nog eens rustig bespreken wat het beste past op uw bedrijf. Wij vonden het toch leuk om op deze manier een webinar te organiseren, zodat we toch iets van het fysieke gevoel van een GBM-avond bij u neer konden leggen. Als het aan ons ligt, blijven we het volgend jaar niet zo doen. Doen we gewoon weer een fysieke bijeenkomst. En waarin we in de derde helft gewoon op een gezellige manier nog weer even na kunnen praten. Ik wens u voor nu allemaal een succesvol teelseizoen. En ja, ik hoop dat de appel- en perenprijzen ook voor het seizoen 2021 op een goed niveau zullen komen. En dat we ook rendement kunnen blijven draaien in onze sector. Fijne avond allemaal. Dankjewel.